Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Mario Sunshine video. Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Super Mario Sunshine video. Ja, dat zei ik net. Dankjewel Piet. Anyway, ik ben benieuwd wat hierachter zit. En daar hebben we Yoshi voor nodig. En nou zie ik daar dat we volgens mij een peer moeten brengen naar Yoshi. Of is het toch een ananas? Nee, het is een peer. Ligt hier een peer? Nee, daar liggen ananassen. Hallo mensen van deze vrolijke fruitstraat. Mag ik van jou een peer? Oh, dankjewel. Ja, ik snap het wel dat Mario is opgepakt door de politie. Hij had zomaar al het fruit van deze mensen. Ja, nou is het zo dat hier natuurlijk ook heel veel shines verborgen liggen hier op Delfino Plaza. Dus we zouden ook kunnen gaan proberen om hier gewoon shines te gaan verzamelen. We hebben hier in ieder geval Yoshi. Oh, daar lag ook een peer, zie je het? Eens even kijken of we hier met Yoshi boven kunnen komen. Ja, dit moet wel lukken. Als ik gewoon hierop kan. Kan ik daar niet op? Kan ik hier niet op, jongens? Ja, ik kan hier wel op. Kijk, top. Oké. En dan wil ik graag ook op het dak. Game, mag ik misschien ook op het dak? Dank u. Ja, dank u. En dan kunnen we hierop kotsen met Yoshi. En dan houdt Yoshi het weg. En dan zit hier een heel teleurstellend blauw muntje. Maar met die blauwe muntjes kunnen we dus ook shines gaan kopen. En dat doe je hier, want hier in deze toren zit namelijk hier een geheime gang. En dan moeten we met deze beertjes praten. En dit zijn gewoon Tom Nook en Timmy van Animal Crossing, maar dan in deze game. Welkom, welkom. Jij bent hier voor dat, hè? Dat betekent dat ik 10 blauwe muntjes van je nodig heb voor een shine. Nou, geef me gelijk 2 shines, want we hebben 20 blauwe muntjes. En daar houden we er nog 2 over. Maar ja, ik wil graag shines, man. Dankjewel. Hoppakee. 2 shines erbij. Hoppakee, 39. Nou, er zitten nog veel meer shines hier verstopt. Maar om de game uit te spelen heb je vooral de eerste 7 shines in elk level nodig. Dus daar gaan we vooral voor. Dan moeten we hier nog best veel doen, want dit is pas episode 2. En dit gaat over de hotellobby's geheim. Dus we mogen nu het hotel in, denk ik. Jee! In een eerdere aflevering hebben we hier de manta's verdreven. Als je die video hebt gezien, doe dan hier ook even een blauw duimpje omhoog. En als je die video nog niet hebt gezien, vergeet dan niet om te abonneren, want dan kan je hem nog gaan kijken. Anyway, meneertje, mogen wij dan in jouw hotel? Luister, ik... Ik moet hem eerst gaan helpen. Er zitten heel veel spoken in dit hotel. Oké. Nou, gezellig. Oh ja, kijk, allemaal boes. Hallo, boetjes. Hoe gaat het met jullie? Ik kan hier allemaal niet naartoe. Dan zal ik wel iets met die boes moeten doen. Oh, kijk, ja, dan vormen ze straks een trappetje voor mij. Super chill. Let's do this. Hoppakee. En dan denk ik nu op deze. Ja, en op deze. Ja, en dan... Kan ik hier niet op? Hopelijk kan ik hier wel naartoe. Ja, hier kunnen we wel naartoe. Cool. Oh, wow, 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 wow. Ik werd belazen. Dat was helemaal geen muntje. Dat was een boe. Anyways, we moeten hier weer verder naar boven. Laat me dan maar even hierop springen. En dan... Ja, zo. Oh, wacht even. Lukt niet. Lukt niet. Lukt niet. Misschien moeten we maar even naar deze springen dan. Dat lukt hopelijk wel. Ja, en dan... Kan ik dan naar boven? Ja, kom, 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 kom. Nice. Oké, we zijn boven. Top. En nu, wat moeten we hier dan doen? Oh, moeten we daarin? Het ziet er nou uit dat we daarin moeten. Oké. Krijgen we weer zo'n moeilijk leveltje, jongens? Ik denk het wel. Ja hoor, weer een level zonder plantenspuit. Oké, ik zie allemaal zand. Ik zie struggles. Ik zie moeilijkheid. Ik zie een enorm moeilijk level. Laten we in dit enorm moeilijke level eerst maar eens gewoon hier naartoe springen. En dan? Dan moeten we denk ik deze droepjes even kapot maken. Ja. Oké. Dan moeten we denk ik daarna hierop springen. Ja, zo. Oké, cool. Dan moeten we nu doorspringen. En dan? Oh, wacht. Moet ik echt op hun hoofden springen? En dan... Ja, zo. Oké. Nou, dan is dat wat we gaan doen. Oké. En door. Ja, oké. Cool. Nu moet ik deze kapot maken, denk ik. Juist. En dan zo walljumpen. Ja, zo. Zo. En dan moet deze kapot. Oké. Jas. 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 Oké, nu moeten we gaan rennen. Oh, ik vind dit altijd zo spannend. Let's go, Mario. Let's go. Nu naar rechts. Nu naar rechts. Nog verder naar rechts. En door, en door, en door. Oké. Ik denk dat we nu hier naar beneden moeten. Oh, of niet? Ik dacht dat we hier naar beneden moeten, maar we moeten hier niet naar beneden. Kunnen deze dan kapot? Oh, die meloentjes kunnen kapot. In dat geval maken we de meloentjes kapot. Zo, top. Oh, en een uppie. Oh, dat is super chill. Want als wij hierop gaan staan, ik denk... Ja. Ja. Oké. Weer echt super top level design, Mario Sunshine. Oh, kijk, ik weet al wat je hier moet doen. Je moet per laag moet je het juiste aantal meloenen kapot maken. Dus hier moeten er straks 2 kapot. Zodat
we straks weer kunnen klimmen. Oké, okay, of niet. Nee, prima, dan gaan we niet klimmen. Dan blijf ik gewoon zo. Weet je, dan gaan we gewoon dit doen. En hopelijk komen we dan op een gegeven moment hier aan. En kunnen we op het juiste moment springen. Ja, ja, ja. En dan, ja, en dan. Oef. Oef, rustig blijven. En dan nu jumpen. Ja, cool. En dan... Ja, lekker. Oké. Dit ging toch wel redelijk snel. Volgens mij was dit mijn tweede poging, dus ik ben tevreden. Laat even weten in de reacties of jij dit level hebt gehaald en hoe vaak je erover deed. Want volgens mij is het best wel een moeilijk level. En door. Dus even kijken of er nu geen boos meer in het hotel zitten. Ik heb niks met de boos gedaan, dus ik denk dat ze er ergens nog wel zijn. De boos hebben me eigenlijk gewoon geholpen. Dat is toch wel chill. Hallo, meneer. Ah, we mogen nu gewoon naar binnen. Oké, nou, chill. Oké, wat gaan we nu doen? Moeten we Yoshi even een fruitje geven? Ik zie alleen hier niet het juiste fruit. We moeten even een pineapple zoeken voor hem. Ligt er misschien een pineapple hier in de wc? Hey, hier lekt het. Waarom lekt het hier? Oh, wow. Oké. Daarom lekt het daar, omdat je blijkbaar daar doorheen kan. Hallo mevrouw. Zij krijgt een heel rare, enge vibe van dit schilderij. Maar ze krijgt nog een engere vibe van te beseffen hoe ik binnen ben gekomen. Kan ik dit schilderij nat maken? Oh ja, kijk. Er komt er een boete tevoorschijn. Wat? Ja. En nu? Kan ik er doorheen springen of zo? Ja. Oh, hier hebben ook mensen paniek. Waarom hebben jullie zo'n paniek, jongens? Hallo. Oh, omdat er een spooky is daar. Er zijn meerdere spookjes hier. Oh, kijk. We moeten waarschijnlijk die dingen even omdraaien. Kijk. Ja. Dat moeten we even gaan doen. Alleen die derde nog. Als jullie even weggaan, dan kan ik even dat... Juist, dan kan ik hem even draaien. Nu alleen die laatste nog. Cool. En dat is nu zover. Oké, wat gaat dan hier gebeuren? Oh, de deur gaat open. Nou, chill. Daar ben ik blij mee. Dan kan ik door hier naartoe. Wat moeten we doen, jongens? Ik ben volgens mij nog steeds op zoek naar een ananas. Kijk, hiernaast is een shine. Ga eens even opzij, dan kan ik er doorheen. Kan ik hier overheen? Laat me er langs, jongen. Wat is jouw probleem, vriend? Hey, jij! Oh, ik mag daar niet in, tenzij ik ondergoed, zwemondergoed aandoen. Oké. Oh, hier kan ik naar binnen? Wacht even. Kijk, er zit hier een gat. Cool, oké. Oké, ik denk dat ik nu de goede kant op ga. Daar is een boe aan het slapen, dus daar kan ik sowieso niet langs. Oh, daar kan ik ook niet langs. Ik denk toch echt dat ik Yoshi nodig heb. Ik bedoel, die Yoshi zat er niet voor niks in het begin. En het was ook niet voor niks dat ik geen ananas daar kon vinden. Ik heb in ieder geval wel weer een blauw muntje. Ik kan hier niet echt ergens naartoe, volgens mij. Want ik kan denk ik niet langs deze grote boes. Nee, dat gaat niet lukken. Die worden ook niet wakker van water. Oké, ik ga nog een keer proberen om hier naartoe te gaan. Kan ik dan gewoon deze deur openmaken nu? Ja, cool. En dan kan ik ook gewoon hier terug naar binnen. Ah! Oké, dus we moeten door dit schilderij en dan. Nu is het hier open. Oh, wacht even. Dat zijn weer van die spookjes die je kan... Ah, kijk, we kunnen hier naar boven. Deze spookjes kunnen we natuurlijk weer zo blokjes van maken. En dan kan ik hier omhoog. Ja, oké. Dit is de volgende kamer. Het ziet eruit als een kast die juist, waar je iets mee kan. Inderdaad, dat dacht ik al. En hier zie ik Boos op de posters. Ja, nu kunnen we ook hier doorheen. Blauw muntje. Maar waar is nou die pineapple? Ah, kijk. We kunnen hier ook bovenlangs. Maar hoe komen we daar? Is dit hoe we dat doen? Oh, huh? Ik ben naar beneden gevallen. Oké, waarom zijn deze kisten hier allemaal? Zit hier... Ah, kijk. Oké. We hebben nu een ananas. Nu kunnen we Yoshi gaan halen. Yoshi, ik heb je ananas. Eet smakelijk, vriend. Hier, neem maar. Neem lekker. Alsjeblieft. Jee. En dan denk ik dat we dezelfde weg moeten afleggen. Kan dat met Yoshi? Dat kan met Yoshi. Cool. De vraag is alleen, kunnen wij door dit gat? Ja, wij kunnen ook door dit gat. Cool. Dan langs de kast. En dan volgens mij hier doorheen of niet? Was het niet hier doorheen? Nee, het was niet hier doorheen. We moesten hier doorheen vallen. En dan kijk, want hier is namelijk ook zo'n spook. En volgens mij... Kan ik die spookjes... Ja, die spookjes die kan ik opeten. Nice. En dan hebben we hier weer een blauw muntje te pakken. Nou geloof ik alleen dat ik niet met Yoshi door die deuren heen kan. Dus dat is wel een beetje weird. Dus ik moet Yoshi hier denk ik achterlaten. Dan neem ik deze ananas maar weer mee. Misschien wacht er dan weer een nieuwe Yoshi op mij. Laten we het hopen. Nee, ik denk dat ik dit level weer af moet sluiten. Blijkbaar kan je Yoshi niet meer terugkrijgen als je dat blauwe muntje gepakt hebt. Dus we zijn weer terug in het hotel. En ik heb hier weer een ananas voor Yoshi. Dan gaan we weer helemaal naar de zolder. En dan springen we weer hier op dit bedje. Hoppa, ja, kom maar.
eet ik eventjes die boers op. Zie ik daar weer een blauw muntje. Die pakken we natuurlijk ook even mee. Oh, oh, oh. Kunnen we deze boers ook opeten? Oh ja, soort van wel. Kijk, hier zit een gat. We zouden op dit gat kunnen stampen en kijken of we in de juiste kamer terechtkomen. Ah, nee. Nou hoop ik dat we nog wel uit deze kamers konden komen. Nee, ja. Nee, ja. Volgens mij moet ik het level nou gewoon weer afsluiten. Yoshi kan geen deuren openmaken. Het is echt... Waarom denken ze hier niet over na bij het maken van deze game? Dus als Mario op Yoshi zit, kan hij niet even zo zijn arm uitsteken en gewoon zo... deurtje open. Als ik iets fout doe, laat me vooral weten in de reacties, hè. Want ik ben dit nu echt al voor de derde keer aan het doen. En dit is best wel irritant. Oké, we gaan in ieder geval nu naar de andere kant. Even kijken. Zou dat in het midden dan gewoon de kamer zijn waar we naartoe moeten? Ik denk het niet. Ik denk niet dat dit hem is. Ik denk niet dat dit hem is. Want hij zat volgens mij een beetje achterin. Dus ik zou het deze zijn of zou het... Nee, nee, deze is het niet, want daar gingen we net doorheen. Deze is het sowieso niet. Hoeveel kamers hebben we dan nog? We hebben er daar dus nog één. Ik denk dat dat hem is. Ja, dit moet hem wel zijn, denk ik. Ik denk een beetje en ik hoop een beetje dat dit hem is, jongens. Is dit hem? Nee, hè? Nee. Hey, en nu kan dit opeens wel. Nu staat hier opeens wel een nieuw Yoshi-ei voor mij. Nou, ik snap dit level niet meer. Oké, volgens mij heb ik deze hier nog niet geprobeerd. Dus laat ik daar maar even naartoe lopen. Dan heb ik ze allemaal geprobeerd, behalve de middelste. Maar ik geloof nooit dat het de middelste is. Ik denk dat die gewoon jezelf naar beneden dondert. Zou het deze dan zijn, jongens? Zou het deze dan zijn? Het is deze. Ja hoor, we zijn eindelijk bij de Shine in dit mysterieuze hotel. Na 4 keer het level opnieuw te hebben moeten starten omdat, ja, Yoshi glitched. Ah. Shine nummer 41. We doen er nog één. Eens even kijken waar we nu terechtkomen. Het geheim van de Casino Delfino. Nou, we moeten dus naar het casino. En volgens mij is het casino hier links. Want ik heb al eerder met hem gepraat. Mario, ja, deze kant op. Ja, kijk, hier is het casino. Oké, wat moeten we allemaal doen dan? Wat is er gaande hier in het casino? Moeten we hier wat doen? Kan ik hier met mijn plantenspuit iets van maken? Ja. Oké. Muntjes. Kijk, top. Oké. Kunnen we dit nog een keer doen? Nog meer muntjes. Nog meer muntjes. Oh, alleen nu werkt hij niet meer. Even kijken hoor. Moeten we hier de jackpot pakken? Ik heb hier nu Boos. Hoi, Boo. Hallo. Ga maar weg. Ga maar. I don't need you. Komt er nog een Boo? Ja hoor, er komt nog een Boo. Boos, ga eens even weg. Oh, oh, dit is hem. Jackpot. Dit is hem. Ja. Wat gebeurt er als we jackpot hebben? Ik weet het niet. Maar het ziet eruit alsof dit goed is. Oh ja, kijk. Ik zag het wel. De sterren daarboven zijn nu aan. Dus ik denk dat we bij elke attractie, of hoe we het noemen, Mil, moeten we even die sterren aanzien te krijgen. Want hier is namelijk nog één. Dus ik denk dat we dat hier ook even moeten fixen. Hier kunnen we ze gewoon los besturen. Kijk, top. Oké, dat is dus één. Go. Nee, iets meer. Iets meer. Nog iets meer. Oh nee, die ene is er nu af. Ik heb per ongeluk die andere ook geraakt. Oh, deze is nu goed. Nu alleen de linker nog. Oké, go. Klein beetje. Klein beetje nog. Klein beetje, Mario. Ja. Kijk. Ja, en nu gaat het gordijn open. Ja. Nu kunnen we waarschijnlijk het laatste spel gaan spelen. Wat moeten we hier doen dan? Wat moeten we hier gaan doen? Oh, deze moeten we allemaal omdraaien. Oh, dan krijgen we een shine. Kijk, nu hebben we weer een keer een leuk level. Deze is wel leuk. Maar volgens mij is die wel lastig trouwens. Hoe ga ik straks die middelste alleen los omdraaien? Dat is bijna niet te doen. Oké, ja, als die linksboven nou ook goed gaat. Kijk, dit is super. Dan moeten we nu die twee linker. Oh, we doen er nou echt heel veel tegelijk. Oh, oké. Ja, top. Nu deze twee hier. Laag lijkt me misschien iets makkelijker. Lijkt hoor. Lijkt. Is niet echt zo. Kijk maar. Nice. Oké, kom op. Kijk, die wil de hele tijd niet. Ja, nu is die er wel. Kijk, cool. Nu moeten we alleen in het hoekje nog. Toppie. Ja hoor. Oh, we zijn er nog niet. We hebben de ster nog niet binnen, jongens. We moeten nog door deze buis. Oh jee. Er staat ons nog iets te wachten. Ja, dit dacht ik alweer, zo'n leveltje. Oké, eens even kijken wat we hier moeten doen. Oké, laten we nu proberen om hier op te springen. Ja, daar ging het dus al fout. Ja. Misschien moet ik eerst even kijken hoe dit level eruit ziet. Oh, dit ziet er niet echt heel chill uit, jongens. Sterker nog, ik vind het er helemaal niet chill uitzien. Oké, we kunnen nu hierop springen. Ja, top, oké. En dan moeten we straks daar naartoe. Maar is... ja, ik weet niet zo goed waar ik net... Oké, we kunnen nu deze volgen gewoon. Oh, daar is een uppie. Dat is lekker. Oké, als dit nu even allemaal uit elkaar gaat. Ja, top. Ja, nice. Dan pak ik hier even dat uppie.
Als we nu doodgaan, dan maakt het op zich niet zoveel uit. Dan hebben we in ieder geval dat uppie gewoon te pakken. Ik hoop dat ik dit mag blijven doen. Ja, ik mag dit blijven doen. Cool. Oké. Gaat deze alleen maar voorover? Zo te zien wel. Dan kan ik nu hier opspringen. En dan kan ik nu hopelijk hier opspringen. En dan ga ik gelijk door. En dan ga ik nu ook gelijk door. En dan ga ik nu ook gelijk door. Ja, oké. Dat uppie laat ik even lekker zitten. Dat boeit me niet. Oké, cool, 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 cool. En nu hierop. Oké, dit ziet er moeilijk uit. Ja, nice. Ah! So close. Oké, dus we moeten eerst hier naartoe. Deze kant pakken. Nu weet ik niet zo goed welke kant we moeten pakken. Deze kant? Ja, 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 ja. En jump, jump, jump. Lekker. Oké dan. Hoppakee. Ja, na een paar keer lukt het dan uiteindelijk toch wel. Deze was ook wel leuk. Deze biedt de juiste vorm van uitdaging of zo. Dus dit casino level, dat vind ik wel een leuk level. Vind je dit nou ook een leuk level? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor meer toffe Nintendo video's op dit kanaal. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.